Ludovic Buysses, welkom bij Lierse. Ik veronderstel dat de supporters je al wel een beetje zullen kennen van je periode bij Oud-Heverlee Leuven. Maar kan je jezelf toch een beetje voorstellen voor de supporters, alsjeblieft? Ik ben Ludovic Buysens, 28 jaar, centrale verdediger, die ook op de flank als bak kan uitgespeeld worden. Mijn beste eigenschappen zijn mijn kopspel, positiespel. En ik hoop er dit jaar bij Lierse een goed seizoen van te maken. Ben je blij dat je bij Lierse hebt kunnen tekenen? Want met het seizoen in Oud-Heverlee Leuven toch een beetje in mineur afgesloten. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk jammer na zo'n seizoen bij Oud-Heverlee Leuven. Ondertussen ja, kijk, is de opportuniteit van Lierse nu tevoorschijn gekomen. En voor mij is het een goede opportuniteit. En ik hoop er ook het beste van te maken. Hoe ben je in contact gekomen met Lierse? Is het snel gegaan of is het al een tijdje dat het in de lucht ging eigenlijk? Ja, vanaf dat de degradatie met Leuven een feit was, is het natuurlijk een beetje zoeken geweest. En er waren verschillende mogelijkheden. En Lierse was de ploeg die het snelst concreet was en die mij ook vertrouwen gaf. En daarom heb ik voor Lierse gekozen. Lierse heeft ook heel veel jonge spelers in de rangen, ook van de academie. Hoe bekijk je dat? Wel, eind vorig seizoen hebben we nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen deze academie. Heel veel spelers met potentieel die wel de mogelijkheid hebben om door te groeien. En die ook zeer technisch zijn. En misschien kan ik er zelf ook nog iets van leren. Ja, ben jij iemand die deze jongens ook zelf graag iets wil bijleren van die ervaring? Natuurlijk denk ik technische spelers die vooral met hun hart spelen kunnen wel nog iets leren van positiespel. En ook om hun ploeg meer te helpen door samen te spelen. En ik hoop misschien dat ik daarbij iets kan bijbrengen, ja. Je hebt hier waarschijnlijk al een paar keer op het Lisp gespeeld. Kijk je er naar uit om voor onze supporters te spelen? Ja, het is toch altijd heel veel volk hier en een goede ambiance. Dus ik denk wel dat dat mooi meegenomen is om hier te spelen. Ja. Oké, bedankt Ludovic en heel veel succes bij onze club.